What's up Ajaxiden? Wij zijn op Schiphol en zometeen vertrekken we naar Engeland voor een hele bijzondere trip. De Ajax Legends spelen dit weekend op Anfield tegen de Liverpool Legends en wij zijn overal bij. Deze dappere strijders trekken dit weekend het mooie Ajax shirt aan. Mikey! Ja, goed om je te zien, man. De baas. Huh? Nee, de baas. GG! Ik heb gisteren nog geen. Ladies and gentlemen, in preparation for departure, please check the seat and seatbelt are securely fastened. Two window shades are open. Seatbacks are in the upright and locked position. Tweede helft, ja. Zijn ze moe? Tweede helft moe. Heb jij kamerverdeling? Heb jij kamerverdeling? Dit is een nieuwe roman. Ja. Simon! Ja. All the way from Berlin. Begins? Gaat goed. Schöne Thijs. Goed rood. Ahorn Roetje. Wacht op, alles goed, joh. Heb je een goede reis gehad, jongen? Ja. Leuk om je te zien. Nu krijg je vertrouwen. Ja. Jij gaat lopen, hoor ik, hè? Ik ga lopen. Ik ga echt lopen. Langs die lijn. En Goaltje op Anfield? Hè? Goaltje op Anfield? Nou, ik heb nog nooit gespeeld hier, hè? Ik vind het echt mooi, hoor. Dit nog mee te kunnen maken. Ja, dat ik dit nog mag gaan doen, man. Ja. Echt waar. Ik krijg gouden rillingen. Hallo. Goed dat je dat bent, jongen. Hoe is het? Die gates doen, jongen? Er staat hier wel wat ervaring. Ja, goed, we komen niet meer vooruit. Dus wij moeten aan de knoppen zitten, de regie bepalen. En we hebben heel weinig verdedigers. Ja. Dat is wel Ajax eigen, denk ik, dat we een aanvallend team zijn. Maar goed, we pasten van de middenveld. We zijn niet bang natuurlijk. Nee. We zijn zeker niet bang. De Zeehoek heb ik net een heel indringend gesprek bij gevoerd. Want ja, er moet een linie terug, want dan komen we gewoon mensen tekort. Hij zei, ik heb geen verdedigers, dus of ik me wel opoffer als laatste man. En wil je dat? Ja, tuurlijk. Ik zeg, ik heb onder Van Gaal vaak daar gestaan toen ik bij AZ kwam. Ik zeg, het is wel het ijssysteem toch? Met een doorschrijvende verdediger. Ja? 4-3. Je speelt wel, ja, 4-3. En je speelt wel tegen Fernando Torres. Ja, klopt. Hij is nu wel echt een beest geworden. Ja, dus geen duels met hem. Geen duels, gewoon verder uitblijven. Blijven, ja. Middenveld ziet er goed uit, hè? Op papier. Ja, maar het staat op papier. Davids, Liedman, Van der Vaart. Ja, daar ontbreekt natuurlijk normaal gesproken niks aan. Aan naam is het genoeg. Nee. Morgen heb ik begrepen dat je een helft met Ajax speelt, een helft met Liverpool. Ja, apart. Apart. Ja. En ik denk dat jij wel graag een doelpuntje morgen maakt ook. Nou, kijk, liever niet. Nee? Maar mooie assist is altijd natuurlijk. Want je wil niet echt één van je club scoren. Nou, kijk, in zo'n wedstrijd waar ik hard voor beide clubs lig. En 1-1? Liever mooie assist dan scoren. En Urbi is linksback. Ja, op papier is dat ook niet verkeerd. Nee. Dus dan hebben op papier is alles goed. Maar dan moet alles al weggegeven. Het is wel lang geleden zeg maar, dat je echt voorbereid hebt op een wedstrijd. En ik voelde best wel een beetje spanning. Ja, spanning. Ja, de benen die zijn er nog wel, maar het is niet meer hetzelfde. Hè? Ik heb Sjaak beloofd om te komen. Dus, en het is natuurlijk leuk om al die gasten weer te zien. Dus we gaan een paar minuten spelen. Het is uitverkocht, hè? Ja, het is bizar. Ook Ajax-fans die de moeite hebben genomen om hierheen te komen. Het is net of naar een Champions League-wedstrijd wegging. Dus de wedstrijdspanning komt weer een beetje. En, ja, maar je moet je eens voorstellen dat je, ja, laten we eerlijk zijn, een stel oude mannen. De meeste allemaal wat aangekomen, tenminste dat hoop ik.
En ja, 60.000 man die komen even kijken. Dat vind ik echt prachtig. I'm looking forward to it because me, I think it's going to be sell-out crowd. Yeah. No, that's only happens at Liverpool. Yeah. Believe me, that only happens at Liverpool. And I think today is going to be a special day because we have a special person who's going to walk Liverpool out. So it's something that we should all enjoy. When you build a new stadium years and years and years ago, I'm not sure. So how long is 95. It? So 95. Yeah. I'm pretty sure I took my son and we just went there. And the fun thing was in winter you could use it for winter sports. I'm not sure they do it today because you could close the roof. Yeah, exactly. You could close the roof. So we were ice skating in Ajax Stadium. Oh, wow. It was for a long time the last time that I was there. And then we came back with Dortmund and smashed you. Sorry. Yeah. That's 4-1. You came back with Liverpool and smashed us. Yeah, okay. Yeah, and so forth. And today, what do you think about today's match? I mean, it's fantastic. Oh, it's no, great. Come on. Just seeing the names. Liverpool, Ajax. Oh my God, Stevie is playing. Oh God. Now the players are coming. Yeah. Yeah. So far, it's the only defenders. Yeah, it's a decent player, no? To join the team. Hi, Steven, you okay? How are you? Very good. How are you? Wow. Finally. Don't believe what you can see. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. You're looking fit, you're looking sharp. Got 20 minutes of me. Not a bad player to have today, right? No. I coached him once. Yeah. In Australia. We had to go to Australia to work together. Yeah. Yeah. But incredible. That was very enjoyable. How are you? Good. Yeah, all good? Very good. Nice for the rest? Yeah. Ready for the last bit? Yeah. I'm ready, but I hope the guy's coming back. Max, how do you see the Sykes match today? I always look forward to it, yeah. Play in front of the fans again. I play with some ex-teammates, yeah, we're ready. Best crowd in the world, best stadium in the world, in my opinion. Playing against Ajax, another wonderful club, be a great challenge. We gaan naar binnen, jongens. Kom, ga binnen. We gaan het niet lang maken. De spanningsboog van een voetballer ligt gemiddeld, ken het, 15, 20 minuten. Dus ik schat dat hij hier behoorlijk wat lager ligt. Ja, het is toch net even wat anders dan Purmerend uit met Lucke Ajax, denk ik. Hè? Dus je kan het wel zo benaderen. Doe dat maar, denk ik. Dat is het beste. Maar goed, we moeten er gewoon een leuke pot van gaan maken. En dat doen we met de volgende 11. De nummers hebben jullie zelf doorgegeven. 3 tienen. Nou, dan moet het volgens mij wel goed komen. Het is een mooie wedstrijd tegen Liverpool. 60.000 mensen. Dus doe je best en maak er wat van. En niet dat we geslacht worden, want dat zou niet leuk zijn. Want die gasten hebben echt een goede ploeg. Ze hebben gisteren nog getraind, wij niet. Wat zeg je? Ik versta je niet eens meer. Hey, vooral dat slachten, dat kwam pet even aan. Van je. Geslacht. Nou, we zullen zien wat je nog kan. Ik neem iets meer, want ik mag pas de tweede helft beginnen. Ik kan niet van de trainer echt helemaal in stand van. Vorige keer ook als Sjaak. Is dat een mentale klap dan? Nou ja, dan draait hij dat blaadje om en zie je naam niet staan. Pas bij de derde. Ga je muiten? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat ik hem even links laat liggen. Als ik voel wat jullie met elkaar losmaken, wat hier zweeft, wat hier met elkaar beleefd wordt, dan valt dat onder de term love and emotion. Liefde en emotie in een wedstrijd die ze een wedstrijd van legendes noemen. Nu is een legende een waarschijnlijk waar verhaal. Dus wij zijn eigenlijk meer dan legende. Niet alleen wij als Ajax als groep, niet als spelers individueel, maar ook met die mannen van Liverpool, die worden ook legendes genoemd. De legends gaan hier met elkaar strijden in een strijdperk waarvan je de grote eigenlijk niet kan bevatten wanneer je denkt dat het stadion Anfield Road
dat is niet zomaar een stadion, dat is een groot begin in de hele wereld. Maar ze hebben hier geen dak, hè? Geen dak. Mooi. Mooi. Mooi, hè? Ja, is fantastisch. En daarom maken we van deze wedstrijd niet een legendarische wedstrijd, maar een mythische wedstrijd. Ik hoor dat, is dat jouw speelveld? Dit is mijn speelveld. Je mag, jij mag komt hier niemand ook, komen. Jij komt hier ook niet uit, toch? Nee, want kijk eens goed. Ja, hey, had slechter gekund, toch? Lekker gasmandje. Ja, als je hier... Beetje balletjes wegleggen. Ik zou bijna zeggen, als je hier slecht op speelt. Ja, kan niet, hè? Kan niet, eigenlijk. Kan niet. Goedemiddag dames en heren, welkom vanuit Liverpool. Dit is Anfield, thuishaven van het legendarische Liverpool. 6 keer de beste van Europa, de viervoudig winnaar van de Europa Cup 1/Champions League. En dat is natuurlijk ons aller Ajax. Looking forward to today's match. Very much so, yeah. Seeing the legends and seeing some good players, good old players. Yeah, can't wait. Yeah, sell out crowd. Fantastic, no? Yeah. What are you most looking forward to? Seeing Steven Gerrard again. What do you know about Ajax? Ryan Babel played, so that's amazing. Ryan Babel, hey, Litmanen. Johan Cruyff, my era. Johan Cruyff, his era, yes. Good history. Good history. Litman. Yeah. Henderson. Yeah. Deze. Ja, die is echt goed. Die van mij is per jezelf. Die jongens. Die nieuwe. Ja. 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 De beste staat in het teken van de Liverpool Foundation. Opbrengsten gaan naar het goede doel. Bedoeld dus om kinderen en jonge mensen aan een beter leven te helpen. Oh, hey jongens, een mooi stadion, hè? Fantastisch, of niet? Ik ken geen slechte wedstrijd op spelen. Het is een mooie. Ja. Zijn jongens een beetje fit? Je hebt ze allemaal een beetje gezien, ingetaped, ingemasseerd. Ja, ze zijn super fit, jongen. Ja. Ik heb heel hard getraind de laatste jaren. Ja. Ze is helemaal op deze wedstrijd gefocust, dus hij is super fit. Goed gekeurd, gas? Nee, ik weet niet, een beetje stroefachtig lijkt het. Het lijkt snel, maar... Kon je ze lekker wegleggen? Jawel, dat lukt wel. Dat gaat wel lukken. Ja, tuurlijk. Geniet ervan. Maar ze beginnen niet met de sterkste opstelling, dat vind ik bon. Tweede helft voor jou, hè? Rijn, kom erbij. Hoe is hij? Gaat goed? Ja, maar, ja. Wat is dit nou, Liverpool? Ja. Eerste helft, jij tegen Ricardo van Rijn. Oh ja. Ja? Ja. Kijk je daar tegen? Ik hoopte dat ik op een wat oudere speler kon staan. Maar Op Sonny Silo, ik moet aan de bank. Ik moet aan de bank. Ik moet dat leven niet schatje. Niet zo vaak voor, 60.000. Oké jongens, ik hoor jullie het ook allemaal zeggen. Geniet ervan, enjoy it. Ja, dat moet je ook doen. Maar we komen hier wel voor het resultaat te halen. Ja? Dus maak het jezelf ook makkelijker in die zin. Balverlies, balbezit tegenstander, maak het klein. Maak je loopje van 10 meter naar het middenveld, de aanvallers. Het veld is al groot genoeg voor ons, dus hou het klein. Als we hem hebben, logisch, maak het groter. Zoek Simon in zijn voeten, Dirk degene die waarmee je werkt. Diepte. Ik ben de enige die dat diepte kan aangeven. Nou, voor dat verdest dan wacht je Ubi. Leg hem er lekker over. Voor de rest nou, zeg ik toch maar, geniet het dan. Maar we gaan wel voor een resultaat. Ja? Niet het dan. De trainer van vandaag bij Liverpool, Sven Göran Eriksson.
Onlangs kwam het tragische nieuws dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij had één wens. Hij wilde nog één keertje trainer van Liverpool zijn. En die wens wordt nu gehonoreerd. Toeschouwers vandaag een recordaantal voor deze charity match van Liverpool. En afgetrapt, dit duel begonnen onder luid gejuich op Anfield. Het is wel een geluid. Ja, nu al een fantastische sfeer. Hier komt Ajax op voorsprong. Ja, Dirk Boerichter. Natuurlijk, hè? Die jongens spelen echt geweldig. Je ziet echt een aantal jongens die, zeg maar, die elke week spelen in een lager elftal of zo. Die Eno speelt echt geweldig. Ja, alsof hij nog gewoon iedere week... Olaf, Demi de Zeeuw. Demi achterin is top, hè? Ja, Ricardo van Rijn, Urbi. Ja, die wat jongere gasten, die zijn echt... De loper. Dirk met zijn snelheid. Ja, gaan we zo meteen ook direct zien, toch? Ja, denk ik wel. Ja, zo meteen wel. Ja. Middenkant? Ik denk aan de buitenkant. Ja? Ja, denk ik wel. En dan een goaltje vanuit de... Vrijtrap. Ja, vrijtrap. Hoekschop. Nou, nu misschien Liverpool. Gentenaar niet. En dan een goede kans weer voor Liverpool. En geen eigen doelpunt. Ronde boven ronde via de Zeeuw naast het doel. Frisse wind bij Ajax. Edgar Davids en ook naast hem... Michael Groot-Daly en Kiki Moussampa. Dus ja, het zijn goede wissels. Van de Vaart is op. Daar is Edgar Davids. Krijgt daar de aanvoerdersband van Jari Liedman. Sim de Jong. Ah, goed balletje. Boerichter op de borst van Moussampa. Heerlijke goal. Ajax krijgt hier Anfield stil. Dan gaan we rusten op Anfield. En kunnen we melden dat de Ajax Legends hier een tikkeltje tegen de verhouding in leidt met 2-0. When he switches in my back, call me left right because now you're going over him. Now you're coming in my place. We have to stand next to each other. You understand? Because now you're coming here. Instead of when he comes, you tell me, hey, he's coming. And I come here or I come in the back. So because the thing is, if you come here, exactly. Unless it's really like a chance. No? Het schot van Kiki Moussampa. Nou, Kiki. Stille weinig, hè, die tweede op de lat. Wat een goeie. Edgar Davids, techniek van de straatvoetballer. Fernando Torres naar Speedy González. En hier een grote kans voor Liverpool. En dan is het nu wel raak. En verdient ook natuurlijk voor de Reds. Lang geleden dat ik in zomaar stadion gespeeld.
En ja, het zijn allemaal tussen legendes, man. Echt een legendes. Met wie vind je het mooiste om samen te spelen? Natuurlijk. Dat is, ja, dat is fantastisch. Ik vergeet ook nog weer, IJs had op trainingsspel met Lutte tussen vroeger. En ik woonde Oldenzaal, zo'n doel natuurlijk. En ik vergeet nog weer dat ooit een bal in mijn kant rolde. En dat ik een paaste na jaren die maand. Maar mijn dag doet een stuk. Maar ja, vandaag, vandaag is ook niet meer, hè? Ja, mooi, hè? Mooi dit. Applaus van Enfield. Ook voor Edgar Davids. Ja, een zeer gerespecteerde speler in heel Europa, in heel de wereld. Als je zijn naam noemt, dan klinkt er gewoon respect. Dus Babel weg. Babel in het shirt van Ajax. Die Babel, stiftje, schitterend, maar net iets te zacht. Ik had er kunnen langsgaan, maar ik zag op een gegeven moment al hoe hij uitkwam. Dat hij gewoon dan zou gaan springen. Dus ik dacht Stiffy en dan rolt hij er gewoon in, maar stift hem niet goed. Ja, hij stift nooit. En nu gaat hij stiften. Ja, dat kan toch niet? Kuit en dan zit hij wel. Het is Cissé. Dit is dan misschien wel de 3-2 en laat dat misschien maar weg, want El Zaar scoort voor Liverpool. González en daar is dan wel Fernando Torres. ¿Cómo se siente marcar un gol contra el Ajax? Pues es la es primera, primero, ¿no? Es la primera. Y sí. Lo estabas buscando también. Sí, sí, tenía muchas ganas de marcar, lo he intentado de todas las maneras, no quería entrar. Muchos de los jugadores contra los que hemos jugado hoy, yo los he visto cuando yo era niño. He crecido viendo a Jari Lindmanen, a Edgar Davis, a un montón de jugadores que han sido referentes para mí. Ahora jugar contra ellos es maravilloso. Blij dat ik mee mocht doen, dus een beetje voor Ajax en dan voor Liverpool. Het einde is daar op Anfield na een prachtige middag. Als jij met een stalen knie hier mee kan doen. Prima. Op mijn 60ste. Op mijn 60ste ook nog. Hey. Fantastisch, man. Ja. We waren mee gestopt. Dat is wel leuk. Ik kan nog makkelijk mee, man. Ja, dat zeg jij, maar dankjewel. Maar ja, het is een keuze, maar ja, het is fantastisch om hier eventjes genoten, toch? Ja, abnormaal. Echt een droom die uitkomt en ik heb volop genoten, echt. Dat één gekke skill. Zeg dat je had één gekke skill dat je hem even wegstuurde. Ja, twee. Ja, twee. Ja. Nieuwe positie voor je, hè? Ja. Zo. Wat was je goed, man? Zondag mensen mee was. Hij was echt bizar goed. Je had alles, hè? Eerste helft, de Fernando Torres in je binnenzak. Ja, maar de tweede helft zijn ze gewoon meer power. Dan zie je dat gewoon volgens. Ja, we zijn niet zo fit als hem. Zijn droom kwam uit op de bank zitten bij zijn favoriete club. What a special afternoon for you, I must imagine. How was it? Full of emotions. Yeah. And very beautiful. Very nice. And I mean, we won, but doesn't really matter. No, everyone won. Everyone won. And the big winners are the crowd, the atmosphere, the money, foundation. The foundation, the money they raise. Fantastic. Dit was hem dan vanuit Anfield. We hebben 6 goals gezien, we hebben legends aan het werk gezien. En er is heel veel geld opgehaald voor de Liverpool en de Ajax Foundation. En daar gaat het uiteindelijk om. Jullie thuis, thanks voor het kijken en tot de volgende keer.